Zo jongens, daar gaan we weer. Het is 8 uur 's avonds, graad of 25 nog. Morgen om 11 uur werken en vannacht de nacht gebrengd. Het is nog steeds geen Nederlandse karpen, dus toch maar weer een nachtje vissen. Het vreet aan me, dus jullie gaan het zien. Misschien vanavond meer geluk. Alles even snel opgezet. We gaan deze opening met wat tijgernoten vissen. De andere opening met een chotrugje. En misschien doe ik stiekem nog een derde engeltje. Even kijken hoeveel controleurs er vanavond langskomen. Nou, mijn eerste engel vis ik met tijgernoten. 1500 centimeter, snowman presentatie. Stukje gestript onderlijn, stukje niet. Poetie op het midden. Insert beachje. Een Fred Perio'tje. 85 gram, shock systeem, je kent het principe. Ik vis wel eens vaker zo. En dan in het begin voer ik gewoon één klein schepje tijgenoten erop. Kijken wat de vis doet. Krijg ik nou snel aanbieden, dan ga ik steeds meer voeren. Is dat niet zo, dan blijf ik afwachten. Misschien gooi ik er een tjotje op. Maar we gaan alles doen om even een visje te vangen vanavond. Ik ben er weer aan toe. Ja, de andere engelvis komt met de vrij lange onderlijn. Centimeter 25 weer. Kan prima met zulk weer. Het is 25, 20 graden. Nog steeds, het is 's avonds. De vis die is, het water is zo opgewarmd. Het is volop zomer en de vis die kan gewoon lekker vrijheid azen. Ze zijn niet passief, ze zijn lekker actief, dus vandaar kan je een lange onderlijn gebruiken. Plus het feit dat hij een modderbodem is. Hé, hey, piepje. Het feit dat hij een modderbodem is, is het ook natuurlijk wel chill. Want die rood zakt toch altijd een paar centimeter de blubber in. Hoe zag je ook gooit. Dus dan, dat helpt allemaal mee. Hé, hey, cowboy, wat doe je met mijn stek? Ik zie het wel een beetje stekken pezen. Nou, een combinatie wat mij de laatste tijd toch wel succes heb gebracht, ook in Frankrijk, is de Canyonet Crush mixen met de Coconut Cream van Nash. Ze zijn allebei van de Instant Action Range, best wel goedkope bollen, maar super attractief, instant goed. Dus ook voor deze korte nacht op het kanaal zet ik hem graag in. Zo, ik heb mijn tweede engel toch best wel dicht bij de paal hier gedaan, dat is toch een obstakel. 1,5 meter vandaan, dus zorg altijd dat je goed dicht bij je engel zit en de schip best wel dicht hebt staan. Dus dan kan ik mooi de vis onder de paren vandaan roosten zonder hem te vervelen. Steetje water Marokkanen. Wagen niet om te gaan duiken. Foei, foei, foei. Nou, ik kan toch niet laten om toch nog stiekem een derde engeltje erbij te gooien. Dat doe ik met Childrig op het kanaal. Ik zou niet weten of het werkt. Maar ja, wie niet probeert, die gaat nooit wat winnen. Dat doe ik met de Citrus pop-ups. Ik heb ze hier even gemengd. Witte en roze bij elkaar. Er zit een mooi vevertje bij. Het is echt, het is jammer dat je niet kan ruiken op YouTube, maar dat is echt niet normaal. Het is net fruitella. Moet je erin dippen. Dat is denk ik echt een extra goede boost. Ik heb er een paar mooie vissen mee gevangen. Gaan kijken of dat hier ook lukt. Ja, niet normaal, het is nu 17 juli in Nederland. Het heeft meer dan een maand niet geregend. Je ziet al dat grond hier. Normaal is daar water. Dus dat is een plek voor eenden om in te chillen. Gans en zo. Het is goed, zo droog is het. Mooi hè, ik kwam vannacht nog vissen. Ik denk ik ga wel zonder tent. Zie je, gaat precies regenen. Dus net als vandaag, het is mooi weer. Maar ik neem het risico niet, dus toch even een tentje mee. Kijk dan, die hebben we al verdiend. Dat is een warme dag vandaag. Proost!
Zo, wat een drama. Zit ik mooi die boot te filmen, 2 seconden later, volle fruit, hè. Ik ren naar een verkeerde hengel, ik denk, bam, eindelijk. Zat diezelfde boot dus in de Rijn. Vaarde 100 meter met de Rijn achter zich aan, zonder dat ze het door hadden. Dus ik rende met die hengel achter hen aan. En uiteindelijk stopten ze, hadden ze de Rijn uitgehaald. En mijn montage zat terug nog aan. Dus daar bofte ik al mee. Zo, maar mijn hart is op hol, joh. Ik heb nooit zo'n harde fruit gegooid. Proost. Kijk eens aan, joh. Dood voorbij op mijn stek. Ja, dat moet goed komen. Ik heb er vertrouwen in. Chot recht, zet hem op. Quizvraag van vandaag. Welk bier drink ik hier? A. Grols. B. Bavaria. Of 3 Heineken. Laat het weten in de comments. Het is Heineken natuurlijk. Proost. Jongens, stil eens even. Ik wil slapen. Hey. Ik wil slapen. Ja, hoe poos mis je dit? Kijk eens wat we hier hebben. Een hengel met een schepnet. Dat is mooi. Tjot hengel liep gelukkig af. Precies toen een groep ganzen voorbij zwom. Ik denk, god, het zat toch wel niet meer. Maar er hing een vis aan. Mooi schuppie. Lekker sterk. Echt iets van het kanaal. Blij mee. Eerste vis van het jaar, teken van het kanaal. Ja, prachtig mooi beest. Kilootje of 6-7. En maakte hem 6:15 van Jody. Niet verwacht. Echt een mooie vis. Blij mee. Even wat werk. Eitje. Net havermoutpannenkoekjes op die mijn vader kon brengen. En daarna een koffietje. Heerlijk. De betere ontbijtjes. Zo, even alles laten drogen. Scheelt weer tot werk om thuis niet te doen. Lekker hoor, dat is opgezonnetje. Hey jongens, het was een mooie nacht. 2 vis verspeeld, 1 gevangen. Eindelijk, eerste karper in Nederland. Het is inmiddels 17, 18 juli. Maar goed, het heeft natuurlijk met mijn reis te maken. Ook mooie dingen meegemaakt. Ja, ik heb mijn tent vast opgeruimd. De schepnet alles ligt te drogen. Dus op naar het werk. Karretjes weer ingepakt. Even een emmertje voer mee met je boys. Op een andere kanaal stekje te voeren. Waar ik binnenkort ga vissen. En waarschijnlijk een video van maken. Vond je de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zou ik zeggen... Later, tot de volgende keer.